Robin, je maakt je debuut. Allereerst even, even los van de uitslag, wie is Robin Ruiten? Een jongen van 22 jaar, woonachtig in Volendam, geen echte Volendammer. Sinds een aantal jaren keeper bij Volendam. En dit was mijn debuut. Goed, het zit een beetje in de familie, het keeper. Dus, vertel eens. Mijn vader is keeper. Voor de meeste mensen meer bekend Jan Ruiten, de oom van mijn vader. Je hebt bij Anderlecht gespeeld, hier ook in Volendam gespeeld. En Nederlands elftal zelfs gehaald. Dus op die manier, het zit een beetje in het bloed. Hè? Dat heb je ook wel laten zien vandaag. Ja, ik moet zeggen dat ik kan terugkijken op een mooi debuut. Het is natuurlijk balen dat we niet de punten in eigen huis houden. Al was het moeilijk na een rode kaart van Dominique in de 10e minuut. En dan kom je toch nog terecht, naar mijn mening, op een 1-0 voorsprong. Uit de strafschop van Jack Tuip. En dan merk je dat je op een gegeven moment toch in de verdrukking komt. Ja, en waardoor je toch nog ongelukkig twee goals tegen krijgt. Dat is balen. Ja, want je zei, we kregen het moeilijk naar die rode kaart. Maar eigenlijk was het tegenovergestelde. Jullie bepaalden de wedstrijd vanaf dat moment. Ja, goed, we bepaalden de wedstrijd. Daar wil ik niet helemaal mee meegaan. Ik had meer het idee dat wij gegroepeerd voetballen. En we probeerden in ieder geval met de lange bal hun onder druk te zetten. Daar hadden zij vrij veel moeite mee, vond ik. En met aanspelpunt als Michiel Kramer wonnen we veel luchtduels daar. En de tweede ballen waren voor ons, waardoor we nog wat kansen creëerden. Maar echt uitgespeelde aanvallen, die hebben we natuurlijk niet gehad. Je praat en je kiept als een man met veel ervaring. Nee, goed. Ik heb gewoon mijn opleiding gedaan en daarnaast gevoetbald al die jaren. Dus ik ben niet zoals de vele voetballers een jongen zonder diploma. Dus. Maar je zit toch niet zo heel lang bij Volendam? Je hebt bij RKAV Volendam heb je gespeeld? Ja, bij de amateurs inderdaad. Maar goed, dat is al enkele jaren geleden hoor. Ik speel nu al sinds een jaar of zes, denk ik wel, bij de betaalde tak. En ik zit nu in mijn tweede contractjaar. Ik had eerst een jaar een contract, die liep af. Heb ik een verlenging gekregen van 2 jaar. En dat is hiervan het eerste jaar. Ik krijg gelijk een kans. En ik hoop deze lijn door te trekken, zodat ik mijn kansen met beide handen aanpak en dat ik kan blijven staan. Was je helemaal niet zenuwachtig? Want al met al is het toch wel je debuutwedstrijd in betaalde voetbal. Ja, goed, ik moet zeggen, ik hoorde het van de week. Ik zou maandag spelen met Jong van Dam tegen Heerenveen voor de beker. En die mocht ik niet spelen, omdat Theo zijn duim had gebroken. En dan begint het toch een beetje te kriebelen. En ik was wel blij dat het vandaag eindelijk zover was, moet ik zeggen. Tuurlijk had ik gezonde spanning. Ik was ook redelijk gespannen, maar als het fluitje gaat en dan pak je een eerste bal, dan groeit het vertrouwen ook wat. En dan heb je er ook echt zin in, moet ik zeggen. Nou, die 1,96 meter voor jou, die is ook meegenomen natuurlijk, want je plukt al die ballen uit de lucht. Ja, nee, dat ging heel erg lekker. Dus de ballen kwamen ook inderdaad lekker. Ze waren net hoog genoeg, zodat ik ze kon pakken. En ik moet zeggen dat de verdediging ook goed op de man stond. Dus dat doe ik niet in mijn eentje. Dus. Ja, tot dan de 73ste minuut, hè? Ja, die bal, ja, kijk, alle hoge ballen die waren wel voor mij. Maar de bal komt over de linkerkant, tenminste hun rechterkant. Ja, die wordt laag voorgezet. Voskamp, geloof ik, die draait zijn kont erin bij Henny Schilder. Moeilijk te verdedigen, die bal wordt teruggelegd. Ja, en dan zie je toch dat je een mannetje mist op dat moment. En die jongen schiet hem van een meter 6-7 schiet hij hem in. Ja, die gaat tussen iedereen door. Dat is geen houden aan voor keeper. Nee, ik wou net zeggen, die houdt geen enkele keeper. Die tweede bal, dat was een hele merkwaardige. Ook heel lastig voor een keeper, denk ik. Ja, goed. Je probeert natuurlijk je spelers, je verdedigers zo ver mogelijk uit je 16 te sturen. Maar je merkt toch dat ze toch steeds een beetje teruglopen. En die bal die valt ertussen. Twee jongens van Helmondsport die lopen mee. Die gaan onder de bal door. Ja, op dat moment ben ik verslagen. Misschien had ik kunnen komen. Als ik had gekomen, had ik meer kans gehad. Als ze hem raken, dan kan ik reageren. Raak ze hem niet, vliegt hij er zo in de tweede, bij de verre hoek. Lastig. Ja, dat is altijd achteraf natuurlijk, hè? Ja, nee, inderdaad. Goed, ik baal ervan. Ik had graag minimaal 1 puntje hier aan overgehouden. En een mooi debuut, maar wel zonder punten. Dankjewel.